e-mail. We worden ermee overspoeld. En in een microseconde moet je beslissen of je iets leuk vindt of niet. Hoe zorg je er dan voor dat jouw e-mailtje opvalt, dat die wordt geopend en dat er ook nog eens in wordt doorgeklikt? Dus daar zit hij dan, je mailtje tussen al die andere e-mails. Nog voordat de ontvanger naar het onderwerp kijkt, ziet hij eerst van wie de e-mail komt. Bedenk een duidelijke naam voor de afzender en e-mailadres. Een compleet e-mailadres als naam is bijvoorbeeld niet persoonlijk. Gebruik de naam van je bedrijf. Of misschien een persoonlijke naam naast de naam van je bedrijf. Daarnaast is het handig om een e-mailadres te hanteren dat duidelijk, professioneel en meteen toegankelijk overkomt. No reply e-mailadressen? Reken er maar op dat de spamknop snel gevonden wordt. Verzin een pakkende onderwerpregel. Ja, dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Probeer maar eens in één zinnetje om iemand over te halen om door te klikken. Het meest geschikt als onderwerpregel zijn nieuws, belovende en uitdagende kopregels. Ook is het effectief om belangrijke woorden vooraan te zetten. Over het algemeen zie je een hoger openpercentage bij een relatief korte onderwerpregel, minder dan 30 karakters. Probeer een titel dus kort te houden. Dat is natuurlijk nog meer van belang als je mailtjes vaker worden geopend op een mobiel apparaat in plaats van een computer. En of je mailtjes vaker worden geopend op een mobieltje of op een computer hangt natuurlijk helemaal af van jouw doelgroep. Maar oké, je hebt me te pakken. Ik klik op je e-mail. En nu? Zie je e-mailontwerp als een micro-website. Stuur dus niet gewoon een afbeelding met de e-mail mee. Veel gebruikers hebben namelijk automatisch downloaden en openen van afbeeldingen uitstaan. Ga uit van de regels voor een goed webdesign. Helderheid, beeld en interactie. Deze e-mail van South by Southwest is een goed voorbeeld. Heldere titels met korte uitleg, passende opmaak en foto's en overal duidelijke linkjes. En als je je e-mail echt gaat zien als een website, dan zul je net als hier iets uitlichten, maar het niet helemaal meteen delen. Plaats dus een aantal leuke teasers met afbeeldingen, pakkende titels en linkjes. Zet belangrijke inhoud bovenaan. In sommige e-mailclients zien ontvangers al een preview van jouw e-mail, terwijl ze hem nog niet hebben geopend. In Outlook is dat bijvoorbeeld het geval. Het is daarom slim om belangrijke inhoud bovenaan te zetten in je e-mail. Niet alleen zodat al je ontvangers die inhoud meteen lezen, maar ook zodat dat meteen gezien wordt in zo'n preview. Maak slim gebruik van afbeeldingen en video. Vrijwel alle effectieve e-mails maken gebruik van foto's of video's. Die moeten natuurlijk relevant zijn en er wel zo goed uitzien dat je eigenlijk meteen wilt doorklikken. Zoals deze foto van BuzzFeed, daar krijg je toch trek van. Of deze afbeeldingen van T2, daar word je meteen wakker van. Of wat dacht je van animated GIFs? 4Shared deelt in hun e-mail nieuws van hun muziek widget launch en laat meteen visueel zien hoe makkelijk dat werkt. Heel simpel, maar het trekt wel de aandacht. Je ziet ook telkens meer video's in e-mails. En dat is ook niet zo raar, want het is nog nooit zo makkelijk en goedkoop geweest om een video te maken. E-mailmanx beweert dat een e-mail die een video bevat 280% meer rendement oplevert dan een mail zonder filmpje. Een leuk voorbeeld, de Foo Fighters, een Amerikaanse rockband, stuurde deze e-mail voor een première met een klikbare YouTube-video die vanuit de e-mail meteen afgespeeld kan worden. Handig! En wat zijn nou jouw e-mail marketing tips en tricks? Ik ben heel erg benieuwd. Ga hier naar ons e-mail marketing dossier voor nog veel meer tips, tricks en informatie. En dan zie ik jou in de volgende video. Heel veel succes. Doeg!